Deze week gaan we caravan knallen. Nicolette doet aan cheerleader. En Wormgoor die is gek op goede tijden en slechte tijden. Wow. Dit is de grote aardeshow met Nicolette. Caravan knallen dus. Hoe zit het nou ook alweer? Knal je bal door het open deurtje en score nog wat extra punten door wat fases te raken die in de caravan staan. Vito die dacht het wel in 4 keer te doen, maar dat werden er toch wat meer. Zit je haar goed vandaag, Aaron? Ja, klopt. Dat heb ik echt speciaal voor jou gedaan. Hey, denk je dat je een beetje goed erin bent in het caravan knallen? Ik denk het wel, ja. Ben je gewend om met caravans om te gaan? Ga je vaak naar de camping? Nee, ik meestal met teentje dan, hè. Niet met de caravan. Ook wel met een tentje. Vito gaat ook al. Gaan jullie met z'n allen in het tentje? Samen kamperen. Serieus? Ja. En elke keer in de zomer? Ja, ja, zo af en toe als we tijd hebben, dan pakken we het tentje en dan rijden we naar Zuid-Frankrijk. En dan, ja, dan genieten we van het mooie weer daar. Je bent een natuurpersoon. Klopt. Dus ben hier in je element. Ja, daarom ga ik het ook goed doen, denk ik. Ja, hoeveel pogingen denk je dat je nodig hebt? Ik denk dat de eerste wel gelijk erin zit. De eerste? Ja, ik denk het wel. We gaan het zo zien. Ja. In 1 keer. Oh, wat was dat slecht! In 1 keer, nee. Dit was voor het echt. Nee, dit was oefenen, dit even. Dit was voor het echt. 1 oefentrapje. Het is niet goed hoor. Raken, niet, ja. Nee, hij moest nee, dus hij moet gewoon niet om. Hij telt nu niet, wil je zeggen. Die bonuspunten krijg je niet. Sorry, maar wat ben je aan het doen? Ja, ik ben een beetje mijn aanloop aan het oriënteren, maar voor linksbenig is dit spel wel een nadeel. Oké, wij zijn de rotste niet. Dus gaan we over op penalty afstand van de caravan. Eens kijken of dit wel gaat lukken. Vond je ervan? Ja, zwaar, zwaar teleurstellend. Zacht uitgedrukt. Ja, ik had het vandaag ook gewoon niet. De training ging ook al niet zo goed, dus vandaag was even een off day. Yo, het is je dag gewoon niet. Je haar zit ook nog eens een keer rot. Ja, de bal is gewoon die is zacht en met mijn traptechniek moet ik wel een beetje een harde bal hebben om de bal goed te raken en hem nummer effect, 1, ja. Met effect mee te kunnen geven. En inderdaad, het is niet, moet je kijken hoe het hierbij ligt. Het belangrijkste is denk ik dat mijn haar niet goed zat. Nummer 1. Ja, de basis. Dus. Succes hè, zaterdag met een nieuw kapsel. Zijn jullie grote ADO-supporters? Ja! Goal! Vinden jullie van Vito Wormgoor? Goede voetballer, maar hij moet soms wel goed de rust bewaren. Goed de rust bewaren, want je vindt hem af en toe iets te druk? Ja, wel een beetje, ja. Wat vind jij ervan, van Vito Wormgoor? Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Kom binnen. Even een bakje koffie. Lekker. Hey, we zijn nou bij jou thuis. Wat doe je nou zoal thuis na de voetbal? Spelen met de kleintjes. Dat is wel zorgen voor die kleintjes. Het is wel echt een hobby van me geworden. Maar hoe is dat dan als je dan bijvoorbeeld een mindere wedstrijd hebt gespeeld en je komt thuis? Ik bedoel, je dochter vraagt toch altijd aandacht van je. Ja, maar ja, ik denk dat dat juist is. Ik denk dat als jij een iets mindere wedstrijd hebt gespeeld en jij je komt thuis, dan weet je weer wat er eigenlijk weer belangrijker is en wat er eigenlijk weer nog meer speelt in de wereld en in het leven. Kijkt ze altijd, je dochter? Ze kijkt heel vaak. In ieder geval als het op tv is, dan kijkt ze eigenlijk altijd. En dan is het papa, storkie, ADO, hey. Ja. Nou was ik laatst bij Jens Toornstra en die is een groot fan van PlayStation. Doe jij dat ook? Ja, dat doe ik ook, ja. En wat speel jij? Ja, de nieuwe GTA 5 is uitgekomen. Dus die is al even veel gespeeld, hè.
Wat is hier leuk aan om dit te spelen? Je kan je eigen creatie maken. Zometeen online kan je dus zelf huis bouwen of in ieder geval een huis pakken. Auto's pakken, je kan eigenlijk op straat kan je alles doen. Wat je in een normaal leven ook zou kunnen. Als je even over die scheef gaat, dan krijg je wel politie achter je aan en zo. Dat is allemaal wel dat is allemaal wel mooi. Met het schieten in GTA 5 zit het wel goed. Het schieten tegen een bal leert Wormgoor bij amateurclub HDS uit Leersum. Op 12-jarige leeftijd stapt hij over naar Dovo uit Veenendaal. Met die ploeg speelt hij geregeld zoals je hier ziet. Wormgoor heeft rug nummer 18. Nou, het was dus zo dat wij in de jeugd, wij kleden zelf om als we uitspeelden bij ons, zeg maar. Omdat we het daar vonden stinken, het was niet schoon en dat soort dingen. Ja, dus ik denk dat dat al genoeg zegt. Maar volgens mij heb je dan ook een afkorting voor GVVV. Wat hadden jullie dan altijd voor afkorting? Ja, wat was het? Geen verstand van voetbal, weet je, dat soort dingen. Ja, bij Doven was het de onderbroek van oma of opa. Er is dus sprake van gezonde rivaliteit tussen de onderbroek van oma en geen verstand van voetbal. Terwijl wij gezellig over voetbal praten, slaat de klok 8:00. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ik ben wel een fan van, of een fan. Ik kijk het wel regelmatig. Maar nu is het zo dat inderdaad Mike is prettig gevallen. Parachute springen en iedereen wordt verhoord. Die heeft dat gedaan? Ja. Ik dacht eerst Laura. Ik dacht Nina. Nee, dat kan niet. Dat is zo voor de hand liggend, dat kan niet. Nee, ik dacht eerst Laura. Omdat die natuurlijk ook met Mike zat. Maar nu is dan die tas gevonden, dus nu begin ik daar wel weer over te twijfelen. Want wat moet Laura met de tas van Nina? Maar ik vind het nu mooi geweest. Ik ga nog even de laatste 5 minuten kijken van Goede Tijden. En dan ik ga jullie eruit zetten. Ziens, hè? Met een klein beetje geluk leidde hij ons direct naar de dader. Als je in een skybox zit bij ADO Den Haag, dan is alles verzorgd. Een hapje, een drankje, een goede stoel natuurlijk. Er is nu ook een landelijke verkiezing en wij zijn benieuwd in welk stadion de leukste skybox is. De grote ADO-show, die keek natuurlijk mee en stelde het een beetje op de proef. Dit zijn de genomineerde boksen. De skybox Uno Momente Dado en Westland United. De skybox van ondernemers uit het Westland. De verkiezing wordt georganiseerd door Voetbalzaken en BNR Sportzaken. Wij keken in de box die vrij vertaald een momentje voor ADO betekent. Ja, het is gewoon een heel uniek concept eigenlijk. Er zitten hier rond de 40, 50 ondernemers. Die hebben allemaal een aantal stoelen, certificaten. En de ondernemers worden ook certificaathouders genoemd. Maar je zegt 40, 50 ondernemers in één skybox. Ja. Dat past niet in een normale skybox. Nee, dit zijn 5 skyboxen aan elkaar. We hebben ook een grote keuken in de skybox. We hebben een deel. Het kan ook zeg maar buiten de wedstrijden om gehuurd worden voor vergaderingen en dergelijke. Dus. En is dat uniek in Nederland, zo'n grote skybox met zoveel ondernemers bij elkaar? Er zijn geloof ik wel meerdere concepten, maar ik geloof dat dit qua oppervlakte wel een van de grootste boxen van Nederland is. Ja. Meneer Schoenmaker, is dit de leukste skybox van Nederland? Ja, ik denk het wel. Ik ben bij heel veel skyboxen geweest, want het heet wel skybox, maar het zijn gewoon units. En ja, dit is heel apart, omdat het 4 grote ruimtes ineengevoegd zijn. En een extra ruimte met mijn naam erop hebben ze erbij gevoegd. Dus wat dat betreft is het uniek. Het is in ieder geval de grootste. En het is ook een van de mooiste, vind ik. Er is hier een apart gedeelte voor u zelf ingericht. Vindt u het leuk om daar heel even naartoe te lopen om dat even te laten zien aan de kijkers? Ja, dit is... Echt een hele mooie unit. Mooie, goed ingericht. En ja, ze hebben echt de uiterste best voor gedaan om het
om het zo mooi te maken hier. En wat zien we aan de muur hangen? Ik zie een zelfportret. Ik weet niet of het zelf geschilderd heeft, maar wat hangt er allemaal? Nou, dat is 94 is dat voor het eerst was ik dan de kop van Jut voor Marcelo. En die is in de jaren 2001, toen wij trainer werden, is die weer teruggekomen. Hadden. Nu hangen alle portretten in de gang van de spelers. En de portretten dan van de spelers die nu spelen, die hangen dan in het spelershoom. Het is een iets andere stijl dan Marcelo nu hanteert. Ik vind deze erg goed lijken. Ja, maar die was ik iets jonger op natuurlijk. Een deskundige vakjury beoordeelt de boksen, maar jij kunt ook meestemmen. Kijk op omroepwest.nl voor meer informatie. En wie weet win jij een VIP-arrangement voor twee personen voor een thuisduel van ADO Den Haag. Ik weet niet of je het vorige week gezien hebt. Maar toen mocht ik natuurlijk meetrainen met de cheerleaders. Want ik zou op dat veld gaan verschijnen. Dat moet ik ook gaan doen. Nou, vandaag is dat moment dus zover. Ik ben echt ontzettend zenuwachtig. Ik durf eigenlijk niet meer. Want ik mag meedansen met de meiden. En daarna wordt er ook nog eens een keer gestunt. En de vraag is natuurlijk, blijf ik staan? Of wordt het een nare valpartij? Help. En ik zag er net al de toeschouwers deze kant op komen. Het zijn er heel erg veel. Echt heel erg veel. Ze heeft een aardig stuk dans geleerd. Ja, en ze gaat natuurlijk een hele mooie stunt uitvoeren met ons. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat worden. Wat zei er mij nou ook weer? Oh ja, een dubbeltje tussen je billen. Dat moet je in gedachten houden als je die stunt gaat doen. Ik hoop dat ik een dubbeltje bij me heb. Maar hij was er. Staat te shaken. Nou, dit is echt top. Als cheerleader daar op het veld staan en iedereen zo ontzettend aardig. Publiek bleef klappen. Mwah. Geweldige ervaring. Yo, dit is het ADO Journaal. Welkom. Komend weekend spelen wij tegen Feyenoord. Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd waar we naar uitkijken. En we kijken of de supporters die achter me zitten te kaarten, of die er ook al zin in hebben. Jan, komend weekend spelen we uit tegen Feyenoord. Oh, zit ze te kaarten? Ja, dat is belangrijk. Sorry, ga even door. En gaan we hem winnen? Dus die gaan we wel winnen natuurlijk. Oh, hier aan de overkant zit Lex. Lex, Mart. Je speelt bij Feyenoord. Je bent natuurlijk nog steeds één van ons. Maar je bent een Feyenoorder. Jij wil die pot ook winnen, hè? Ja, denk ik wel, hè? Ja, dat lijkt me logisch. Nee, natuurlijk willen we die pot winnen, maar nou, vorig jaar hebben we het ook moeilijk gehad tegen ADO. En dat willen we dit jaar wel rechtbreien. Wat denk je in verhouding met Den Haag en jullie? Ja. Kunnen wij daar wat doen? Nou ja, het zal heel moeilijk worden. En Feyenoord-ADO is altijd een aparte wedstrijd. Maar, nou ja, voor ons moet het gewoon een wedstrijd worden die we moeten winnen. Want wij willen dit jaar voor de titel spelen. Ja. En Ajax heeft ingeleverd, PSV is goed begonnen. Maar ja, is ook wat teruggezakt. Dus ik denk dat er voor ons alle kansen liggen. Ja, maar ja, ik gun jullie alles, dat weet je. Want wij zijn wat milder geworden tegenover Feyenoord. Ja, behalve het licht, hè. Ja. Nee, maar deze die willen wij toch graag winnen, hoor. Ja, hè? Ja. Het zou wel eens leuk zijn, hè. Ja. Ja, voor ons wel, in de Kuip winnen. Het is lang geleden. Ja, was de laatste keer was met mij. Ja, de laatste keer was met mij ook erbij. Was het met jou erbij? 0-3. Toen had je een ander shirt dan. Ja, dat klopt. Ja, dat was 0-3. Nou, we hebben gepeld. Ze gaan door met kaarten. Ze gaan alweer echt kaarten. En wij weten dat het spannend wordt van het weekend. Groetjes. ADO Den Haag staat natuurlijk ook in de maatschappij. ADO Den Haag en Stichting Goed Lezen en Schrijven hebben de handen ineen geslagen om aandacht te besteden aan goed leren lezen en schrijven. Want wil je meedoen in de maatschappij, dan is dat natuurlijk een must.
papa kan alles. Niets maakt hem bang. Hij is super sterk en heel erg groot. En hij heeft stoppels op zijn wang. Papa weet alles. En we doen alles met z'n twee. Dan kan hij nog meer. Sorry. In Nederland is het zo dat 1 op 10 mensen moeite heeft met lezen en schrijven. Kijk je vanavond naar het stadion, 8000 mensen. Dat betekent dat ongeveer 800 mensen hier zijn die daar moeite mee hebben. En die willen we laten zien dat er een stichting is die hen kan helpen. En ADO Den Haag ondersteunt de stichting om dit onder de aandacht te brengen. Wij willen het aantal graag naar beneden krijgen en wij doen het op verschillende manieren. Aan de Nederland te laten zien dat het een probleem is en dat je er wat aan kan doen, hè, zoals vanavond hier in het ADO-stadion. En daarnaast geven wij ook trainingen en cursussen direct aan mensen om hen op een hoger taalniveau te brengen. En daarvoor zoeken we ook samenwerking met allerlei andere partijen, ook met het bedrijfsleven, met andere stichtingen, met overheidsinstanties en met sportieve organisaties zoals ADO. Helaas kan ik hem niks vragen. Ben je een beetje fan van de grote ADO-show? Nummer 1 fan? ADO was zo aardig om een paar voetballen aan het publiek te geven. En aan mij de taak om ze erin te schieten. En dat was nog een flinke klus. Ik zeg Midden-Noord als eerste met mijn bol. Ik hoor ze al zingen. En dat hoort echt alleen maar luider. Stop maar, Conny. Hey, stop hè, met een jurkje aan. Ongelooflijk. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord en ga jij nou naar die wedstrijd? Je hoeft niet te ontbijten, want ik smeer de broodjes samen met Henk Patat en deel ze natuurlijk aan jullie uit. We hebben nog een aantal doelpunten op een rijtje gezet tussen deze twee rivalen. Ik zie je weer volgende week bij de grote ADO-show. Tot dan, ciao! You better work it.